Weet je wat ik voor al die tijd voor jou gedaan heb, al die maanden? Dat is toch niet te veel gevraagd om... Kom maar naar huis! Nee! Thomas, ik kom centrische zak! Nou, en Nico van hiernaast. Hé, hey, buurman! Nou, die haren die groeien alweer lekker aan. Hé, je hebt alweer een lekkere kop met haren. Ja, nou, dit is anders dan bij mijn tante Sjaan. Die heeft nog steeds een kale knetter. En ze moet de benen ook nog missen. Wat ben jij dan een bofkont, hè? Hé, hey, grote bofkont! Karel? Ja? Ik ben nog niet dood. Nee. Ik ben weer terug op de werkvloer. Ja, dat voel ik. En ik ga stap voor stap, hopla, toewerken naar, hopla, een oude niveau. Ja. Totdat ik weer helemaal erbovenop ben. Ja. En ik stap op dat wilde paardje. En ik galopeer de Mongoolse steppen van Ulaanbaatar tegemoet. Ik galopeer 24 uur, want het is daar enorm groot. Dat is toch eens wat anders dan de Veluwe of fucking Terschelling. Mongolië. Nee, ah, Mongolië is alweer zo geweest. De ziekte lijkt bedwongen, de dokter kijkt heel blij. Besef wat het betekent, er is de wereld in met mij. Iedereen op Toera verwacht dat ik een feestje geef. Maar het enige waar ik aan denken is help, ik leef. Zo, en op een hele andere kijk, hè? En Hans, hopla, die wereld tegemoet.